In ons land is net als in de meeste democratische landen de macht verdeeld. Er is de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Die machten mogen zich niet moeien met elkaar. En dat is de scheiding der machten. De wetgevende macht, dat is het parlement met de volksvertegenwoordigers. Zij maken en stemmen nieuwe wetten. Bijvoorbeeld, elke straat moet voortaan een fietspad hebben. Als de meerderheid van de parlementsleden dat een goed idee vindt, dan wordt die wet goedgekeurd. De uitvoerende macht, dat zijn de ministers en staatssecretarissen. Zij zorgen ervoor dat de wet wordt uitgevoerd. In het voorbeeld van daarnet, dat die fietspaden ook worden aangelegd. En belangrijk, elke week moeten de ministers in het parlement vragen van parlementsleden beantwoorden. Want het parlement, de wetgevende macht, controleert de ministers, de uitvoerende macht, of zij wel doen wat ze moeten doen. En dan is er nog de derde macht, de rechterlijke macht. Rechters controleren of nieuwe wetten van het parlement niet in strijd zijn met de grondwet. Bijvoorbeeld zijn fietspaden in heel het land geen discriminatie van bepaalde groepen. Ze controleren ook of ministers de wetten wel uitvoeren. Zijn ze er werk van aan het maken van die fietspaden? En jij en ik, iedereen in het land, kan ook voor een rechter verschijnen als je de wet niet volgt, als je bijvoorbeeld niet op het fietspad rijdt. Drie machten dus, die alle drie onafhankelijk van elkaar werken en elkaar controleren. Een slim systeem dat ervoor zorgt dat de macht niet in handen komt van één persoon.